Vliegtuigen en helikopters vliegen en auto's rijden. Dat leerde hij als kind. Maar een automobilist op de A20 wilde toch een keer proberen om zijn auto te laten vliegen. Dat liep niet goed af. Maandagavond om 6:30 vergat de automobilist de bocht te nemen op de afrit Schiedam Centrum van de A20. Zijn auto vloog van de afrit af tegen een lantaarnpaal en vervolgens recht door het struikgewas in. De afrit is enkele uren afgesloten geweest. De bestuurder bleek een bekende van de politie te zijn. In verband hiermee besloot de politie om de bestuurder aan een nader onderzoek te onderwerpen. Zo werd de speekseltest uitgevoerd en werd de man uitgebreid gefouilleerd. Ook de auto werd nader onderzocht. De resultaten bleken echter te mager voor een aanhouding, waarna de bestuurder zijn weg kon vervolgen. Maar wel zonder auto. Die is weggetakeld.